Een hele goede middag en welkom bij weer een nieuwe video op ons YouTube kanaal. Mijn naam is Nick en vandaag ga ik jullie weer meenemen in de actualiteiten binnen de markt. We gaan vandaag twee actualiteiten bespreken omtrent regulering. Daarnaast gaan we uiteraard weer kijken naar een Bitcoin koersanalyse en we gaan XRP en AXS meenemen. Dus blijf zeker kijken en laat alvast eventjes een like achter onder deze video als u dit soort content kan waarderen. En laat vooral in de comments weten welke coins jullie de volgende keer behandeld willen zien worden. Dan gaan we nu van start met de video en zoals gezegd, we trappen hem dus af met twee actualiteiten. Allereerst onnodig heftig Amerikaans wetsvoorstel tegen cryptobedrijven. Senator Elizabeth Warren die heeft dus een voorstel ingediend dat erop gericht is om alle Amerikaanse spelers in de cryptomarkt verplicht om alle Russen te blokkeren. Dat heeft dus alles te maken met die sancties die momenteel gaande zijn tegen Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne natuurlijk. En Amerika, of in ieder geval overheidsinstanties, zijn dus bang dat Russen crypto gaan gebruiken als middel om die sancties te omzeilen. Nou, met name dus ook rijke Russen. En die Elizabeth Warren die legt dus voor aan medeoprichter van Chain Analysis Johnny Levin. Dus echt wel een man die weet waar hij over praat. Van stel nou dat iemand met $1 miljard graag zijn valuta wil witwassen richting crypto. Met behulp van chainhopping, mixes en andere tools. Waarbij je dus al die transacties door elkaar mixt. In kleinere stukjes husselt. En dan op die manier... op die manier dus probeert om die transacties onzichtbaar te maken of in ieder geval moeilijk te traceren. Nou, die vraag wordt dus gesteld aan Johnny Levin en die weerlegt het idee dus van wat zij dus voorlegt, waarbij hij zegt dat punt 1, $1 miljard heb je ontzettend veel liquiditeit voor nodig. En het dagelijkse volume op deze mix is op dit moment ongeveer 30 miljoen. Nou ja, als je een klein beetje kan rekenen, kun je dus ook wel een inschatting maken dat het dus ook gewoon niet gaat. Maar tijdens deze weerlegging wordt hij gelijk afgekapt door haar en ze stelt eigenlijk opnieuw dezelfde vraag. Vervolgens stelt ze dus nog een keer die vraag waarbij hij dus ook zegt... Ja, tegenwoordig zijn er allerlei tools waarmee je alsnog gewoon dat soort mixes gewoon kan traceren. Dus het is in feite gewoon helemaal niet mogelijk om met crypto die sancties te ontlopen. Hij geeft allerlei goede argumenten, maar hij wordt continu drie keer achter elkaar wordt gewoon gelijk afgekapt. En daarmee, vandaar dus ook deze subtitel, vragen maar niet luisteren. Ze stelt wel vragen, maar ze luistert in feite gewoon helemaal niet naar de antwoorden. Terwijl die antwoorden worden gegeven door iemand die er gewoon duidelijk meer kennis van heeft dan deze mevrouw. Nou ja, sterker nog, er volgt dus ook de volgende dag een wetsvoorstel met verregaande gevolgen voor de cryptosector. En het voorstel gaat tamelijk ver en zou het gevolg kunnen hebben dat cryptobeurzen die in de VS opereren verplicht worden om transacties met Russen, en welke Rus dan ook, te blokkeren met het risico dat de beurs wordt gesloten. Nou, CoinCenter, dat is een crypto-onderzoeks- en lobbybureau, die vindt het voorstel gevaarlijk en opportunistisch. En het helpt niet om te voorkomen dat Rusland de oorlog kan financieren. En sterker nog, het kan Russen die tegen de oorlog zijn, dus tegen de oorlog zijn, verder in de nauw brengen. Want dat is natuurlijk wel het geval. Die sancties, dat is allemaal leuk en aardig, maar de mensen die daar in Rusland wonen, die hebben het meeste last ervan natuurlijk. Dan gaan we nu door naar het volgende topic en dat gaat over EU-toezichthouders benadrukken de risico's van crypto. Investeerders in cryptocurrencies kunnen alles kwijtraken, aldus EU-regelgevers in een waarschuwing over de risico's van digitale activa. De Europese Bankautoriteit, de Europese Autoriteit voor Effecten en Markten en de Europese Autoriteit voor Verzekering en Bedrijfspensioenen, die hebben dus donderdag een gezamenlijke persverklaring afgegeven waarin consumenten dus worden gewaarschuwd voor de risico's van actief beleggen en überhaupt beleggen in cryptovaluta. Consumenten worden geconfronteerd met de zeer reële mogelijkheid om al hun geïnvesteerde geld te verliezen als ze deze activa kopen. Daarnaast, cryptocurrencies zijn zeer riskant, speculatief en niet geschikt voor de meeste retailconsumenten als een investering of als een betaalmiddel of uitwisseling. Verder werd er ook een checklist meegegeven in die persverklaring waarbij ze zeiden extreme volatiliteit, misleidende informatie, gebrek aan consumentenbescherming, fraude, hacks, marktmanipulatie. En zo zijn er nog veel meer topics, maar die worden dus gezien als de grootste zorgen. Ik denk de mensen die al wat lang in deze markt meedraaien, die herkennen deze topics ook zeker. Dus er valt zeker wat voor te zeggen natuurlijk.
Daarom is het ook zo belangrijk dat je zelf goed onderzoekt naar projecten. Dat je niet blind meegaat in een YouTuber die iets zegt over je moet dit kopen of je moet dat kopen. Altijd zelf je eigen onderzoek daarna doen natuurlijk. En dan kom je ook gelijk bij het volgende topic natuurlijk. Crypto-influencers vaak betrokken bij misleiding. Dat zie je zeker sinds de boeren die gaande is. Ja, gewoon ontzettend veel. Allemaal booming business met de nieuwe YouTube-kanalen die opkomen. Vaak hele grote kanalen die ook maximaal projecten zitten te chillen. En vaak zijn dat dus ook projecten die zo'n influencer betaald hebben om positief te praten over zo'n project. En op zich is daar niks mis mee natuurlijk. Maar zeker in Amerika is het belangrijk dat als jij een betaalde promotie doet, dan moet je dat ook openbaar maken. En dat is wat momenteel heel vaak niet gebeurt. En dergelijk gedrag is in strijd met de effectenwetgeving in de Verenigde Staten. Dus dat mag dus in feite ook helemaal niet op die manier. Je ziet het vooral heel veel binnen de NFT-markt. Het is natuurlijk een markt die enorm in opkomst is geweest de afgelopen tijd. Er is ook ontzettend veel geld mee verdiend. Daar gebeuren dus ook heel veel scams en dergelijke. En dus, zeker als influencer zijn met veel exposure en een groot publiek, moet je gewoon echt er bewust van zijn. Van dat je mensen ook echt de financiële pleuris in kan helpen als je mensen projecten zit te chillen die misschien achteraf helemaal niet zo goed blijken te zijn. Dus ja, dat is wel iets om rekening mee te houden natuurlijk. En de toezichthouders van de EU vragen daarom om eerst te overwegen of je het kan veroorloven om het geïnvesteerde bedrag te verliezen. Daarnaast gaven ze de waarschuwing af dat het onwaarschijnlijk is dat je recht hebt op bescherming of compensatie als er dingen misgaan. Nou, ik denk dat mensen die veel geld zijn verloren dat ook zeker kunnen beamen natuurlijk. Dan, voordat we doorgaan met de analyses, wil ik eventjes wat moois laten zien. We hebben natuurlijk onze website cryptocointalk.nl en dan kun je dus ook naar de tradecursuspagina gaan. Daar vind je allerlei informatie over hoe onze cursus eruit ziet, wat er allemaal in staat. En ja, onze cursus is dus echt opgericht om jou een hele solide basis te geven om te kunnen traden. Het liefst op basis van prijsactie. Je krijgt ook standaard 1 maand gratis educatiegroep als je de tradecursus aanschaft. De tradecursus heb je dan gewoon leven lang toegang tot. Ook tot toekomstige uitbreiding waar we op de achtergrond nog zeker mee bezig zijn. En je krijgt dus die 1 maand educatiegroep gratis van ons, zodat je dus ook gelijk die theorie in de praktijk kan brengen, waarbij je dus uitgebreide begeleiding krijgt en een bak met content die exclusief voor de educatiegroepleden is. Dus kijk daar vooral een keertje doorheen. Bekijk Trustpilot en de reviews eens. Dan kun je het echt puur voor jezelf bepalen wat andere mensen ervan vinden. Uiteraard als je vragen hebt, kun je ons altijd benaderen op Telegram. Dus dan weet je dat. Dit is dus de online leeromgeving waarin we dus al onze content posten. Je ziet dus ook dat we hier het cursusgedeelte hebben. En als je daarna bijvoorbeeld naar hoofdstuk 7 Trends Highs and Lows gaat, dan heb je ook een mooi voorbeeldje van een video met dat is een lange uitlegvideo waarin we dus die trends herkennen, waar we het uitgebreid bespreken. Nou ja, je hebt de soorten trends, je hebt sterke bullish trends, je hebt zwakke bullish trends. Wordt allemaal uitgelegd. Als je op plaatje klikt, dan zoom je dus ook in, kun je het iets beter bekijken. Hoe herken je een trend? High highs, high lows. Je kent inmiddels het riedeltje wel. Zo gaat het alsmaar door naar beneden. We hebben gewoon de cursus flink uitgebreid. Dus bekijk zeker eventjes de cursus, mocht je daarin geïnteresseerd zijn om meer over te leren. Dan gaan we nu verder met de analyses. En uiteraard trappen we hem altijd af met Bitcoin. Want Bitcoin is gewoon een bepalende factor binnen deze markt. We gaan kijken naar het macrobeeld op dit moment. En eigenlijk de 2 scenario's die we al een hele tijd op het oog hebben. En waar we nog steeds ook gewoon naar kijken. We hebben 2 manieren om de situatie te identificeren. Dat kunnen we op basis doen van range trading. Dat is scenario 1. We hebben ook gisteren tijdens het artikel voor Crypto Benelux hebben we dat ook behandeld. Dus kijk dat ook zeker even op de website terug als je dat op je gemakje wil bekijken. We hebben namelijk het ranging scenario. Daar hebben we aan de bovenkant liquiditeit op gehaald. En volgens het ranging theory scenario is het meest logisch gevolg nu ook dat we de onderkant van de range op gaan zoeken. Dat is dus scenario 1. Scenario 2 is het market structure verhaal. Dus in dit geval liggen die 2 strategieën een beetje in de knel. Maar dit zijn wel echt de 2 teasers op dit moment wat betreft Bitcoin macro-wise. Want in principe hebben we gewoon een high gezet, we hebben een low gezet, we hebben een high gezet. Super, super belangrijk. Hier zouden we dus nu ook de high en low kunnen vasthouden. En dus is het meest logisch gevolg na het zetten van een high en low het zetten van een higher high. Dat zijn dus ook de 2 scenario's waar ik op dit moment zeker nog naar kijk.
ja, daar valt eigenlijk niet zo heel veel anders over te zeggen. Zolang we in die range bewegen, dus ik ga nog heel even terug. Zolang we in die range bewegen tussen de 64.854 tot aan de onderkant de 28.851... heeft het geen zin om naar 100k te kijken, heeft het geen zin om naar 20k te kijken. Dat zeggen we al heel vaak, maar zo is het gewoon. Zolang we de range respecteren, heeft het geen zin om naar extreme targets te kijken. Betekent dus ook dat wij er niet van overtuigd zijn dat we in een bearmarkt op dit moment zitten. Kan gebeuren, maar daarvoor moeten we dus gewoon hier aan de onderkant uitbreken. En tot die tijd ben ik gewoon macro-wise gewoon bullies. Of we nou dit scenario gaan zien, waarbij we dus een higher high neerzetten, of dat we hierin gaan bewegen. In beide gevallen ben ik nog steeds macro-wise gewoon bullies. Dan gaan we nu een timeframe lager kijken naar de daily. En dan gaan we het daily plan even bekijken. En dan zie je mooi dat we in compressie zitten. Dat we hier ook lokaal hier een range hebben gevormd. Waarbij dus ook hier weer geldt. Het heeft geen zin om heel extreem naar boven te kijken. Of heel extreem omlaag te kijken. Zolang we hier nog in die range bewegen. Dus de range ligt aan de bovenkant op de 44.500. En aan de onderkant op de 32.913. Zolang we dus ook hier binnen blijven bewegen. Heeft het dus ook geen zin om dus naar die extreme targets te kijken. We zitten nu dus wel in compressie, dus er zit iets van prijsactie aan te komen. Ik heb niet echt een hele sterke bias, maar heel licht gevoel naar bullies, omdat we natuurlijk hier mogelijk de macro high and low neer kunnen zetten. Dus als iemand een pistool tegen de kop aanzet en die zegt van je moet nu kiezen, dan zou ik bullies zeggen. Maar het is heel moeilijk te onderbouwen omdat je gewoon super tegenstrijdig signaal op dit moment hebt. Wat wel interessant is dat we hier nog een daily zone hebben liggen op de 39.671 tot aan 38.088. Zolang we die zone behouden, kunnen we dus ook gaan kijken misschien naar wat upside. En sterker nog, als we echt serieus kant gaan kiezen vanuit deze compressie, verwacht ik ook wel echt dat we serieuze prijsactie gaan zien. Om dus echt serieus omhoog te kunnen kijken en wellicht zelfs naar 50k scenario's moeten we dus ook die 44.500 breken. Moeten dus een dagelijkse candle close boven krijgen. En om echt naar die 28.800 te gaan kijken, moeten we dus ook een daily close krijgen onder de 32.913. Tot die tijd zitten we in de range en ben ik relatief neutraal op dit moment. Dat is Bitcoin. Dan gaan we nu door naar XRP. Nou ja, XRP ziet er gewoon prima uit. Ik ben nog steeds bullish op XRP tot het tegendeel wordt bewezen. Waarom ben ik bullish? Omdat we hier een low, een high, een low low hebben neergezet. Maar hier creëren we in één keer een high high. Vervolgens maak je een pullback, maak je een high low neer. En het enige wat we nu dus moeten doen is een high high creëren. Zodat we deze high low confirmeren. En dan heb je dus ook echt serieus die trend reversal in de maak. Main scenario op basis van liquiditeit is de high rond de $1.01. Waarom is dat interessant? Omdat we hier onderin de major low hebben gevormd. Daarna hier de major high hebben gevormd. Vervolgens hebben we aan de onderkant de liquiditeit opgehaald. En staat die aan de bovenkant nog open. En dat is ook de reden dat ik bullish ben en omhoog kijk. Meteen natuurlijk vanwege die bullish market structure. Maar punt 2 is ook omdat die liquiditeit hier nog open staat. En openstaande liquiditeit in dit geval aan de bovenkant werkt gewoon over het algemeen als een magneet voor de prijs. Dus ik ben bullish tot het tegendeel wordt bewezen. Natuurlijk als Bitcoin kant kiest omlaag. Ja, dan kan waarschijnlijk deze thesis in de prullenbak. Maar zolang Bitcoin relatief rustig blijft of zelfs omhoog gaat bewegen. Ja, kijk ik gewoon naar meer upside. Hetzelfde geldt voor AXS. Ik ben best wel bullish op AXS. We hebben er ook vandaag een call in de educatiegroep over uitgegooid. Ziet er gewoon serieus goed uit. Waarom? Omdat we hier een demand hadden liggen. Die was ongetest. Wat vooral interessant is dat we daar vlak boven een low hebben gevormd. Vervolgens zie je nog een keer die push omhoog. Test je de supply terug. Wijs je hem af. Zie je dus hoe goed die demand ook werkt in die supply. Die theorie. Vervolgens haal je dus liquiditeit op. Zoals dat zo mooi heet. Tap je in die ongeteste demand en ben je nu eigenlijk een beetje aan het consolideren. En onze thesis is op dit moment dus ook gewoon dat we een verdere movement omhoog gaan zien. We hebben heel lokaal al een bullish market structure break gehad. Dus hier een high gevormd, low gevormd, higher high. En we gaan dus ook op deze high low instappen. De precieze setup ga ik niet geven. Die moet je of zelf gaan identificeren. Of join vooral eventjes de educatiegroep waarin we gewoon de hele thesis uitstippelen met ook dus entry punt, stop loss, targets, etc.
Ook hier geldt dus weer dat we aan de onderkant de major liquidity hebben opgehaald, maar die aan de bovenkant nog open staat. Dus de main scenario waar we naartoe kunnen gaan bewegen is dus die $72. Natuurlijk op de weg omhoog gaan we echt wel gewoon tp'tjes nemen. Maar dat blijft dus gewoon het main scenario. Dus AXS ziet er gewoon goed uit. Maar ook hier geldt weer, Bitcoin moet echt een beetje mee gaan werken. Want de altcoin markt is nog fragiel. Dus wees er zeker conservatief mee. Ga dus ook niet 5 trades tegelijkertijd openen. Houd het gewoon bij 1 of 2. Dus houd je risico gewoon laag. Ja, tot zover de video. Hopelijk heb je het een beetje kunnen waarderen. Vind je het interessant hoe we op deze manier iets meer actualiteit inbrengen in de video's. En dat we deze analyse blijven doen. Dus laat vooral zeker eventjes een like achter als je dit kan waarderen. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video.